De Arlo Pro 2-series filmde nog in Full HD de Arlo Ultra in 4K met kleuren nachtzicht. En dit wordt het tussenmodel, de Arlo Pro 3. 2K beeld, dus superscherp en kleuren nachtzicht. Dit is de verpakking van de nieuwe Arlo 3, de twee camera kits. Ze komen natuurlijk weer met verschillende camera kits. Eentje met een basisstation tot en met volgens mij 4 of 5. Dat is redelijk des Arlo's en het fijne op die manier is dat je natuurlijk met een enige korting de cameraatjes aan kunt kopen. Daarboven heb ik overigens de oudere generatie staan, of tenminste de oudere generaties. We hebben de Ultra, de Pro 2 en we hebben hier de Ultra staan. Dat betekent dat we ze zo even naast elkaar kunnen zetten, want er is qua design heel veel veranderd bij Arlo. Nou, de doos is het belangrijkste, dus 2K met HDR-ondersteuning, Color Night Vision, dat is echt te gek. Dat komt door de Integrated Spotlight, dat zijn die ledjes hierboven. Dat is echt helemaal super, tenminste. Bij de Pro ben ik daar helemaal happy mee. Tweeweg audio, maar dan ook echt volledig tweeweg. Bij de oudere generaties was het nog zo dat maar één persoon tegelijkertijd kon praten. Een beetje walkie-talkie idee, dat is eruit. Gewoon echt professioneel tweeweg. Weather Resistant natuurlijk, Smart Hub natuurlijk met alarmfunctie. En wat ook heel erg tof is, is dat het natuurlijk echt nog steeds een volledig draadloos systeem is. Met apps voor Apple, Google, Amazon, Google Assistant integratie, IFT ondersteuning. Eigenlijk alles wat je met smart home wil en kan zit hierin. Wat ook leuk is, Arlo Smart Trial Included. 3 maanden gratis de smart functie. Dat betekent dat de AI in de cloud herkent wat er op beeld gebeurt en daarop smart notificaties naar jou verstuurt. Dat is echt super tof en super handig. En het is ook een functie waarbij ik bij die twee echt al heel veel lol heb. Want je kunt gewoon aangeven bijvoorbeeld van, goed, als er een dier op camera staat, dan vind ik het niet de moeite waard om daar een notificatie van te ontvangen. Nou, we gaan kijken wat er in de doos zit. Het is een grote doos, uiteraard. Want er moet niet alleen een camera in, maar ook een base station en alle laders en dat soort dingen. Maar de spotlight is natuurlijk voor de cameraatjes zelf. Die zien we dan ook meteen als eerst in de doos zitten. Keurig met een stukje folie erbij. Dus die halen we er even uit. En het eerste wat opvalt is dat het design natuurlijk redelijk overeenkomt met dat van de Arlo Ultra. Sterker nog, je moet heel goed kijken. Wil je die twee van elkaar kunnen onderscheiden? Oh. Dat zie je vooral zo meteen aan de voorkant. We gaan zo meteen de plastic verwijderen. We gaan even kijken wat er nog meer in de doos zit. Even kijken, de volgende laag in de doos is leeg. Ik denk dat ze dezelfde doos mogelijk voor gebruik op meerdere camera's naast elkaar kunnen plaatsen. En dan zien we dit. En dat gaan we even allemaal lekker rustig één voor één uitpakken. We krijgen natuurlijk weer schroefjes met plugjes en een of ander dingetje. Een afdekkapje, denk ik. Zo te zien worden dezelfde slechte schroefjes gebruikt als bij eerdere releases van Arlo. We hebben redelijk vaak meegemaakt dat de kopjes afbreken of dat de kruisjes die erin zitten, dat die heel snel uitslijten. Dus onze tip is wel altijd, gebruik je eigen schroefjes of haal even goede schroeven bij de bouwmarkt. Daar heb je gewoon plezier van, want als zo'n schroefje afbreekt, dat is een ruk. Dan hebben we hier de nieuwe magnetische oplaadkabel. En dit is echt gewoon helemaal super, want deze, nou, zo gaat hij, gaat er heel makkelijk onder en dan ben je hem al aan het opladen. Dus dat is echt super, super handig en super top. Je krijgt natuurlijk weer een lader van Arlo met verschillende opzetstukjes. Dan kan één doos gewoon lekker mee voor de hele wereld. We krijgen nieuwe mounts meegeleverd. Dit is echt wel een leuke service. In die zin dat we kennen Arlo natuurlijk van de magnetische mounts. Dit is de eerste generatie magnetische mount. Ik had de tweede generatie hierin verwacht. Misschien kom ik die zo nog tegen. Sterker nog, ja zeker kom ik die tegen. Want die zitten ook. Dit is de nieuwe generatie. En je ziet, de oude was een bolletje. En de nieuwe is een holletje. En dat heeft ermee te maken dat het oude ontwerp wat we hier bijvoorbeeld bij de Arlo Pro 2 zien. Hè, dus hier zit een... hier zit het holletje in de camera en dat betekent dat je eigenlijk maar een hele beperkte ruimte hebt om te manoeuvreren. Terwijl bij deze nieuwe Arlo's, deze hele achterkant is magnetisch. Dus het maakt niet uit waar je hem plaatst. Hij blijft altijd wel keurig op zijn plek zitten. En daardoor heb je dus alleen al met de magnetische verbinding heb je veel meer ruimte. En zeg je nou van ja, magnetisch, ik wil gewoon dat ding goed vast zit.
Dan krijg je dus deze mountjes erbij. En dat Arlo deze erbij doet, is echt nieuw. In het verleden was dat niet het geval. Waren dit echt gewoon opties. En ja, nu zit zo'n mountje er gewoon bij. Vind ik hartstikke netjes. En daarmee kun je hem gewoon heel goed vastzetten. Voordeel is ook met de nieuwe Arlootjes. Dat op het moment dat je hem dan moet opladen, je hebt hem gewoon keurig vastgeschroefd zitten. En dan halen we de magnetische mount er even onder vandaan. Dan zit er een knopje onder. Daar druk je op. En plop, daar komt je camera helemaal naar buiten. Tenminste, dat is de bedoeling dat hij helemaal naar buiten komt. Yes, daar komt hij. Dan kun je behuizing kun je dus lekker laten hangen waar die ook zit. Dit neem je mee, dit haal je eruit. En dan kun je de accu eruit trekken en die kun je met een losse acculader opladen. Maar wat niet mogelijk is, is dat je dan zegt binnen ik gebruik alsnog die magnetische kabel. Want die heeft natuurlijk niks meer om vast te zitten. Dus als je alleen de starterkit hebt met de magnetische kabel, dan moet je alsnog eigenlijk hem helemaal losschroeven. Dus wil je het jezelf makkelijk maken als accessoire, haal inderdaad gewoon zo'n laadstation. Want dan ga je veel meer plezier van je Arlo-kitje hebben. Maar dat is een tip van de gebruiker, zeg maar. We hebben één accu. We hebben nog een accu, want we hebben twee cameraatjes. Hartstikke mooi. Wat me nu ook opvalt, is tot nu toe heb ik pas van één van beide mounts één mount eruit gehaald. Dus ik weet niet wat... Maar ik ben nog niet klaar met uitpakken. We hebben hier een envelopje met alle documentatie. Maar als je een beetje weet hoe apps werken, geloof me, die documentatie heb je niet nodig. We hebben hier een nieuwe basisstation. En een nieuwe basisstation is een 2K basisstation en niet een 4K basisstation. Dat betekent dat als je de Arlo Ultra erbij gaat kopen, dat de Arlo Ultra livestream niet verder gaat dan 2K als je dit basisstation gebruikt. Zeg je, ik wil de Pro 3 en de Ultra door elkaar gebruiken, kun je dus beter Pro 3 losse cameraatjes kopen en van de Ultra een starterkit met het 4K basisstation. Dan haal je eigenlijk het maximale eruit. Bij de Pro 2 was het zo dat het basisstation ook de alarmsirene bevatte. Volgens mij zit hier nog steeds een alarmsirene in, maar de cameraatjes zelf hebben nu ook een alarmsirene. En dat is handig, want als deze in de meterkast zit, dan heb je niet zo heel veel aan je sirene. Check trouwens wel altijd even wat de lokale regels zijn met betrekking tot het gebruik van sirenes. Want niet iedere gemeente staat dat toe. En het is echt per gemeente in Nederland is dat anders. Nou, dan hebben we hier in de doos nog een heleboel losse rotzooi. Die ga ik ook nog even uitpakken. We hebben hier een opzetstukje voor de UK. We hebben hier een opzetstukje voor de US of andersom. Of China, weet ik veel. Maar gelukkig hebben we ook twee opzetstukjes voor de EU. Dus dat is heel fijn. En dat is ook mooi, want hier hebben we nog een andere adapter. Dit is de adapter voor het basisstation. En we hebben hier een netwerkkabel voor het basisstation. Zodat je je basisstation wired kunt aansluiten. Want Arlo wil heel graag een perfecte verbinding. Deze adapter is ook een echt een Arlo adapter. Bij de Ultra zat nog een Netgear adapter. Netgear is de vorige leverancier. Ja, wat we altijd jammer vinden zijn die printjes op de kabels. Ik zal hem even dichterbij halen. Er zit een grijze print op een witte kabel. Ja, dat is natuurlijk net, dat hoeft natuurlijk niet. Dat is met deze ook. En als je basisstation zo mooi is en je zet hem in zicht, mag er voor mij ook best wel een mooie kabel aan vasthangen. Goed, dan gaan we heel even cameraatje naast elkaar zetten. Het is bijna spot the difference, zou ik zeggen. Dit zijn eigenlijk de drie camera's die Arlo nu volop aan het verkopen is. Ik heb de oudste generatie, die hebben we hier ook nog, de originele Arlo. Die heb ik niet bijgezet. Waarom niet? A, die lijkt heel veel op deze, maar niet helemaal. Maar B, hij werkt nog met de CR123 batterijtjes. Die zijn relatief duur. En ja, daardoor is eigenlijk een accu efficiënter. Dus je ziet ook dat Arlo eigenlijk nu volledig op een accu aanbod is gericht. En die originele zien nog wel heel veel op iBoot voorbij komen. Nog flink mee gestunt. Zijn denk ik veel voorraden nog van in het land. Maar dit is waar het voor Arlo om draait. Arlo Pro 2, die blijft gewoon in de handel. Dat wordt eigenlijk een beetje het nieuwe instapmodel. De Arlo Pro 3, dat is degene die we vandaag aan het unboxen zijn. En de Arlo Ultra. Nou, het eerste dat opvalt ten opzichte van de Ultra is de lens. De 2K camera heeft duidelijk een kleinere lens meegekregen. Is uit mijn hoofd nog wel 116 graden field of view. Dus dat is best stevig. En als ik dat verkeerd heb, check dan even de link onderaan de video voor de review. Daar staat het precies in. We zien ook
De LED's boven, die zijn in de 2K-versies net iets kleiner. En die LED's zijn belangrijk, want die zorgen voor kleurennachtzicht. En dat betekent niet heel veel meer dan dat die LED's ervoor zorgen dat wat er voor de camera gebeurt, dat het gewoon goed wordt uitgelicht. Bij deze camera zijn we dat echt super gewend. Ik vind dat echt super vet. Het werkt gewoon heel erg goed, want je kunt gewoon de kleur van een auto bepalen. Maar ook ja, als iemand aan de deur is, kun je veel meer vertellen over hoe die persoon eruit ziet. Deze, de Pro 2, die hebben dat gewoon niet. Die doen het nog met infrarood sensoren. Eigenlijk wat je bij alle concurrenten ziet. Want dit is gewoon redelijk uniek om gewoon een ja, witte LED erin te zetten om de boel bij te lichten. We zien volop sensoren nog eromheen zitten om bewegingsdetectie goed uit te voeren. We zien speakers erin zitten. Die speakers die zorgen voor tweewegcommunicatie, maar die dienen ook als sirene. Dus op het moment dat er wat gebeurt rondom het huis, kun je zeggen van, goed Arlo, laat maar een sirene afgaan. En dan weet de hele buurt wat er aan de hand is. We hebben dus een nieuw ontwerp aan de achterkant. We hebben nog wel de statiefmount. Daarvan krijg je er dus eentje bijgeleverd. En tegelijkertijd krijg je ook de nieuwe magnetische mount. Die dus niet meer een bolletje is, maar een holletje. En die kun je dus over de hele achterkant plaatsen. Die hele achterkant die is magnetisch gemaakt. En dat kun je ook heel goed zien in die Arlo-camera's. Want als we hem openmaken, dan zie je dus ook een enorme metalen plaat aan de achterkant zitten. En die zorgt ervoor dat die hele achterkant magnetisch is. Dus je krijgt veel meer ruimte voor de montage van jouw cameraatje. Naar boven, naar beneden. Het maakt allemaal niet meer uit. Arlo kan het allemaal. En zolang je geen laadstation hebt, is het natuurlijk super handig dat je bij die magnetische mount de camera heel makkelijk van de muur aftrekt. Want men neemt naar binnen, daar de magnetische kabel erop bevestigt om de accu te laden. Maar advies blijft, koop gewoon zo'n laadstationnetje. En dat laadstationnetje daar gaan we binnenkort ook absoluut nog over hebben. Nou, als we dan voor de rest kijken, net als bij de Ultra zit hier het accu-compartiment. De accu, dat zijn deze jongens. En die zijn dus ook uitwisselbaar met de Ultra, niet meer met de Pro 2. De Pro 2 accu is wel uitwisselbaar met de Arlo Security Light bijvoorbeeld. Dus ze hebben twee producten die daarmee kunnen. En ze hebben dus twee producten die met deze accu werken op dit moment. En ik vermoed dat dit onderhand wel een beetje de standaard Arlo accu gaat worden. Nou, die druk je erin, gaat het blauwe lampje branden, kun je de app opstarten. En dan kun je dus het koppelingsproces beginnen. En dat is echt super, super easy peasy. Nou, wat ik al aangaf, dit is de 2K hub. Die gaan we voor deze review niet gebruiken. We gaan de 4K hub van de Ultra gebruiken, omdat we de Ultra gewoon op volle resolutie willen kunnen blijven streamen tijdens de test. Ook om natuurlijk het verschil in de resolutie goed te ervaren en te ervaren wat, ja, wat nou echt de kwaliteitsverschillen zijn tussen de Ultra en de 2K Arlo Pro 3. En daar ga ik je zo meer over vertellen. Ja. En hoe gaaf is het dan wel niet om jullie te laten zien wat die nachtmodus van deze 2K-camera kan, van deze Arlo Pro 3-series. Dat zie je dus nu. Ik heb hier de app in mijn hand. Als ik hem zo doe, dan zie je ook precies wat ik zie als het goed is. Misschien ook niet. Er zou moeten kant op fullscreen gaan. Hoe dan ook, die 2K-resolutie die is fantastisch. Dat wil zeggen, je kunt kiezen 2K, dan zie je wat je nu ziet. Mij hartstikke scherp. Je kunt ook een full HD gaan, dan kan die camera zelf in gaan zoomen. Maar hoe dan ook, dit in het donker, kleur, te gek. Dit is fantastisch. Wil je meer weten over deze Arlo Pro 3 camera? Check dan even de link onderaan de review. Die brengt je naar gadgetgear.nl en daar lees jij de hele review. Ciao!